Obed. Er zijn niet veel mensen die het dorp kennen. Het dorp is niet groot en het staat nergens in de geschiedenisboeken beschreven. Toch speelt Lobith een belangrijke rol in de geschiedenis. Dat komt met name door de Rijn. Nu stroomt de Rijn langs Spijk en Tolkamer. Maar ooit stroomde de rivier op deze plek, dat nu bekend staat als de Geuzenwaard. Aan de oever van de Rijn, op de plek waar nu de katholieke kerk staat, werd er aan het begin van de 14e eeuw een kasteel gebouwd, Huis op den Tragel. Ook wel het Tolhuis genoemd. Van het Tolhuis is er nu niet veel meer van over, behalve het Schipperspoortje. We staan hier bij het Schipperspoortje. En het Schipperspoortje is het laatste overblijfsel van het kasteel, het Tolhuis, hier op Lobith. Dit poortje diende als doorgang voor de schippers om op het kasteel hun tol te gaan betalen. Konden hier beneden aanmeren, door het poortje, rechtdoor het kasteelterrein op. Maar het werd het Schipperspoortje genoemd omdat merendeel alleen schippers er gebruik van maakten. De Rijn stroomt nu langs Spijk en Tolkamer en dient vooral als een toeristische attractie. Maar nog steeds varen er vele schepen voorbij, op weg naar bijvoorbeeld Rotterdam of naar het Ruhrgebied in Duitsland. En dat is eigenlijk al eeuwenlang zo. Lobith lag op de plek waar de Rijn zich splits in de Waal, Nederrijn en de IJssel. Verschillende waterwegen kruisten elkaar bij Lobith, wat het dorp belangrijk maakte. En dat was ook de hertog van Gelre en later de hertog van Kleef niet ontgaan. De hertogen van Gelre en Kleef die kwamen elkaar hier zo'n beetje tegen, hè, op dit punt. We zien het nog steeds, de Zwanenburg in Kleef. Het was het machtscentrum van de graven, later hertogen van Kleef. En dit is nu Gelderland en dat was in de middeleeuwen ook al zo. Dit was het gebied van de hertogen van Gelre. En die beheerste dat punt van de splitsing van Rijn en Waal. En dat was heel belangrijk voor die hertogen. Die hebben daar een kasteel gebouwd, het Tolhuis. En daar konden ze alle schepen aanhouden die dus met de vracht, met de handel tussen de Hansesteden aan de IJssel en de Hollandse steden hebben gevaren. En ook naar het wat we nu het Ruhrgebied noemen, het Duitse achterland, Keulen, als belangrijkste stad van Noordwest-Europa. Dus al die schepen moesten hier bij het kasteel van de hertogen van Gelre aanleggen, tol betalen. Ja, en dat bracht ontzettend veel geld in het laadje voor die Gelderse vorsten. Was het Tolhuis ook belangrijk voor de Gelderse vorsten? Ja, je ziet dat zowel de graven en later ook de hertogen van Gelre enorm veel geld hebben verdiend aan dat tolhuis. Ze hadden ook andere manieren om aan geld te komen. Heel veel landerijen. En er moesten ook belastingen betaald worden vanuit de steden. Maar het tolhuis was wel een hele belangrijke bron van inkomsten. Ze hadden ook andere plaatsen waar tol geheven werd. Het was allemaal belangrijk voor de schatkist van de hertogen van Gelre. Maar ja, de meeste schepen kwamen toch hier voorbij, langs het tolhuis, omdat dit het splitsingspunt was van Rijn en Waal. Echt het kruispunt van die waterwegen. Dus ja, ontzettend belangrijk voor die hertogen van Gelre om veel geld in het laadje te krijgen. Alleen ze gingen er niet altijd even zorgvuldig mee om. Af en toe hadden ze in één keer een hele grote som geld nodig. En dan hebben ze het tolhuis verpacht aan bijvoorbeeld de hertogen van Kleef of een andere vorsten of andere landheren. En dan waren ze dus voor langere tijd waren ze het tolhuis en de inkomsten kwijt tot ze hun schulden hadden afbetaald. Ja, en dat werd uiteindelijk wel funest voor die hertogen van Gelre. Dus ze hebben er lang profijt van gehad, tot ze er slecht mee omgingen. Ja, en toen zaten ze op de blaren. Het archiefmateriaal blijkt dat de 1800 tot 2000 schepen per jaar langs het kasteel voeren en tol betaalden. Er werden verschillende producten verscheept, zoals cement, kalk, fruit en lakens. Dat het tolhuis niet klein was, mag het duidelijk zijn. De tollenaar was er niet alleen om tol te heffen, maar beheerde ook het kasteel als de kasteelheer er niet was. Daarnaast was er ook nog een priester, een bakker, een boer, een toezichthouder, een kok en zijn knechten, een wasvrouw en haar dienstmeiden en in tijden van oorlog ook soldaten. Toch is het niet bekend hoe het tolhuis er precies uit heeft gezien, maar het is wel mogelijk om een goed beeld te schetsen van het kasteel. Hier bij het dijkmagazijn van de Heemkundekring Rijnwaarden zijn verschillende tekeningen en schilderijen te bezichtigen die een goed beeld schetsen van het tolhuis. Hoe dat het precies eruit gezien heeft, dat kunnen we eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Althans, niet van binnen. Van buiten is dit één van de bekendste tekeningen. En dit is wel de kant die voor ons van Elten af is. Dit is de Dikke Toren. Daar heeft een wachthuisje op gestaan. Hier zat een heel regiment
soldaten in. Voor toen destijds. Dit zijn privaten. En dat is een mooi woord voor de wc, toen destijds. En dat was gewoon een klein hokje. De een had er een emmer in staan. En de ander, daar viel het gewoon hierdoor naar beneden en in de gracht. En dan was je het boel kwijt. Dit is waarschijnlijk de vertrekken van de kasteelvrouwen. Laten we even zeggen dat, dat dit de vertrekken van Catrina van Kleef, de toenmalige kasteelvrouwen, omdat hier een balkon aan zit. En dat kun je terugvoeren op dat daar de eigenaren van het kasteel, dat die daar een kamer hadden. De grote zaal, die zat aan de andere kant. Dus dit is eindelijk het dak van de grote zaal. Die zat aan de rivierkant. Want van de rivierkant dreigde ook altijd het gevaar. Dus daar wilden ze ook altijd het zicht op hebben. Dan had je om het kasteel, op dat kasteelterrein, daar had je nog een bierbrouwerij. Want ze brouwden hun eigen bier. Daar had je een bakhuisje. Uit overlevering weten we dat die dan aan de andere kant op het terrein gestaan heeft. Het kasteel heeft een binnenplaats gehad. Dat kun je dan ook zien aan de bomen die ze erin getekend hebben. En de ramen aan deze kant, aan weerszijden. En we weten dat Catrina van Kleef daar een foyer heeft hebben staan met ringbandpakieten. Maar zij heeft ook apen als huisdier gehad. En die hadden ook hun kooi, hun hok, hun woonruimte op die binnenplaats. En dan om het kasteel had je dan min of meer het dorpje waar de werklui, alle mensen die maar voor het kasteel werkten, woonden. Het tolhuis heeft niet alleen gediend als kasteel voor hertogen, maar ook als een soort kazerne voor legers. Hertog Johan Willem van Kleef stierf aan het begin van de 17e eeuw zonder mannelijke erfgenamen. Het gevolg was een oorlog tussen verschillende Duitse vorsten. Uiteindelijk kwam het tolhuis in het bezit van de stad Kleef en daarmee definitief in het bezit van de keurvorsten van Brandenburg. Lobith viel sindsdien 200 jaar onder Pruisisch bestuur. Want wie Lobith in bezit had, had de macht over het scheepsverkeer op de Rijn en de Waal. De 80-jarige oorlog, hè, daar zitten we dan middenin, de onafhankelijkheidsstrijd van Nederland tegen Spanje. Daar hebben we het dan over, zo staat het in de geschiedenisboekjes. Maar het is eigenlijk toch wel vooral de strijd geweest vanuit Holland. Hè, mensen vanuit Den Haag en Amsterdam, die wilden graag onafhankelijk worden. En die hadden Gelderland nodig, weer het splitsingspunt van Rijn en Waal, waar de troepen heel erg snel over verplaatst konden worden door het hele land. Ja, daar zitten we dan middenin, in die periode. En hier hebben we eigenlijk alleen maar de vervelende consequenties daarvan meegemaakt. Al die troepen, die legers, zowel van de Hollanders als van de Spanjaarden, die kwamen steeds weer langs dit gebied. Die hebben het regelmatig geplunderd, ook het tolhuis. En ook al was het tolhuis niet meer van Gelre en niet meer van Nederland, het was van Kleef en later dus van Brandenburg, van Pruisen. Ja, die hebben er toch heel erg veel narigheid van ondervonden. Het tolhuis was eigenlijk in die periode van de, wat wij zeggen, de 80-jarige oorlog, was een soort kazerne van Duitse soldaten. Wat voor invloed had dat hier op de dorpelingen? Die hebben toch wel heel erg veel last gehad van die oorlog. Van iedere keer weer die legers, dan weer de Spanjaarden, dan weer de Nederlanders. Die dwars door het gebied kwamen, die het gebied ook plunderden. Ja, die moesten natuurlijk ook te eten hebben, dus de boeren hebben er heel veel last van gehad. Allerlei kastelen, kerken, dorpen werden dan weer door de ene partij, dan weer door die andere partij stuk geschoten. En het tolhuis heeft daar ook wel van geleden. Al denk ik dat zowel de Nederlandse als de Spaanse legers er wel rekening mee hielden dat het tolhuis was van een andere landsheer, van de hertog van Kleef. En daar wilden ze natuurlijk ook geen ruzie mee. Dus misschien dat ze het tolhuis wel een beetje gespaard hebben. De Spanjaarden spaarden dus het tolhuis. Maar tientallen jaren later was dat niet het geval. De 17e eeuw staat in Nederland bekend als de Gouden Eeuw. Maar daar kwam in 1672 een einde aan. Nadat Engeland in maart van dat jaar Nederland de oorlog verklaarde, volgde Frankrijk een maand later. De Franse koning Lodewijk XIV trok via Pruisen naar Lobith.
Het Hollandse leger dacht dat Lodewijk de IJssel zou oversteken, maar de Hollanders hadden het mis. Een boer uit de omgeving vertelde de Franse legerleiding over een doorwaadbare plek bij Lobith. Op 12 juni 1672 is het dan zover. De Franse zonnekoning Lodewijk XIV valt Lobith binnen op de plek dat nu bekend staat als de Ossenwaard. In het Rijksmuseum hangt de schilderij van Adam Frans van der Meulen van de glorieuze overtocht van Lodewijk XIV. Onduidelijk is of er veel doden zijn gevallen. Waarschijnlijk niet, want dat Franse leger was zo enorm groot. In de geschiedschrijving wordt gesproken over meer dan 100.000 soldaten. En dat is bijna onvoorstelbaar. En hier lagen wel een divisie met Friezen die op Schenkerschans zaten. Maar toen die overmacht zagen komen, die waren al weg voordat ze overstoken. En hier op het tolhuis, daar zat ook bijna niemand meer. Als een paar plaatselijke schutters die natuurlijk vrouwen en kinderen ook moesten bewaken. Hoe hebben zij zich verdedigd? Dat weten we niet helemaal, maar het is wel een pikant detail is dat tijdens die overtocht, ondanks dat er nauwelijks weerstand was, dat toch een hele belangrijke Franse generaal, Condé, is zwaar gewond geraakt. En die is waarschijnlijk voorop gelopen, wetende of veronderstellende dat het nauwelijks weerstand was. En die paar mensen die er nog in dat tolhuis zaten, die hebben waarschijnlijk geschoten, want hij is gewond geraakt. En het is voor de hand liggend dat dat schutters waren van dat plaatselijke schuttersgilde hier. Maar die konden niet weg, die moesten vrouwen en kinderen beschermen en de rest was allemaal op de vlucht. De conclusie van mijn verhaal is, Condé werd gewond. Andere mindere generaals moesten dat bevel overnemen en die hadden maar één belang om er zelf ook beter van te worden. Dus in plaats dat ze van hieruit rechtstreeks doorstoomden naar Den Haag, nee, gingen ze onderweg Knotsenburg, Doesburg, wijkbeduursteden, Amerongen, van allerlei kastelen en steden hebben ze overvallen en leeggeplunderd. En uiteindelijk kwamen ze pas in het najaar in het Westland aan. En toen hadden die 7 provinciën net genoeg tijd om Holland onder water te zetten, dus de Hollandse waterlinie. Dus mijn conclusie is inderdaad, die schutters in Lobith, die hebben Holland gered. Hoewel de Lobithse schutters misschien Holland hebben gered, hebben ze het tolhuis niet kunnen redden. Het kasteel werd door de Fransen in brand gestoken, wat het einde van het tolhuis betekende. De restanten van de dikke toren en het kasteel zijn in de loop van de 18e eeuw door bewoners als bouwmateriaal gebruikt. Het terrein van het tolhuis werd door de Pruisische koning Frederik II aan de Rooms-Katholieke Kerk geschonken, die op deze plek een katholieke kerk liet bouwen. Het enige materiële overblijfsel van het tolhuis is dus het schipperspoortje. Het kasteel heeft echter zijn sporen achtergelaten en is nog altijd zichtbaar in de huidige samenleving van Lobith.